Hey hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Emergency Hamburger. Er zijn 10 agentjes online. Vandaag gaan wij in de Porsche 911 weer lekker stout doen. Ik heb weer zin om wat dingetjes te overvallen. En ik heb nu, ben nu al want omdat ik 92 km per uur te hard reed. Dat is niet zo heel erg slim van mij. Dat kost mij inderdaad zeer wat geld. En ik verlies weer bijna controle. Lekker bezig. Staat hier nog steeds de undercover agent? Ik zou zeggen van wel, maar ook van niet. Want het wordt al overvallen. En dat zou een undercover agent nooit laten gebeuren. Nee, echt nooit, 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 nooit. Dat zal nooit gebeuren als er een undercover agent aanwezig is. Daarom gaan wij nu ook echt niet een beetje de boel overvallen. Net was er namelijk een undercover agent toen ik hier langs reed voordat ik aan het opnemen was. Even kijken. Hop. Kunnen we dan nog wat meer pakken? En daarbinnen zijn alle kassies nog leeg. Dus die pakt waarschijnlijk. Nou, die is van mij, vriend. Die is van mij. Die is van mij. Dan kunnen we deze ook nog pakken. Die staat er nog steeds echt zo bij van te kijken van waar dat nou weer naartoe is gegaan. Dat is undercover. Dat is undercover. Oh shit. Oh, jij blijft even van me af. Jij blijft even van me af. Ik ben bang dat wij een achtervolging hebben. Niet eens. Hij rijdt gewoon achter die andere grappie aan. Dan gaan wij. Oh, ik rijd even alles kapot weer. Moeten wij hier eventjes links afslaan naar een dealertje toe. Eventjes hier bijna de hoek om breken. Niet scheuren, maar breken dit keer. Gaan we eventjes wat juweeltjes verkopen. Mooi, maar mooi, maar mooi. Gaan we weer terug, want ik had daar nog wat laten liggen. En ik wil eigenlijk wel alles meenemen. Dat zou ik wel comfortabel vinden. Even kijken. Er is ook een BMW ter plaatse ondertussen. Dat is ook undercover of sec. Die ziet mij de boel natuurlijk hier weer pakken. En we worden achtervolgd. Prachtig. Ah, nou, gadverdamme. Ik denk ik kom even weg, maar ik ben aangehouden. Gelukkig heb ik wel alles al kunnen verkopen, dus dat maakt niet heel veel uit. Wij zijn gepakt en wij zien jullie zo weer terug als wij vrijgelaten zijn. 12 seconds later. Dus er staat wel letterlijk een politieauto, zeg maar, naast me nu. Hop. Dit is wel grappig. Ja, probeer mij te taseren. Probeer me maar aan te houden, meneer. Dat is wel grappig. Doe mij eens aanhouden. Doe mij eens aanhouden, meneer. Dan kom je erachter dat ik niet wanted ben. En dat je gewoon zwaar geprankt bent. Dat je gewoon zwaar geprankt bent. Dus ik wens jou veel succes. Ga jij nou achter me aanrijden? Niet eens. Mooi. Nou, gaan wij even lekker gas en go overvallen. En ook in een lekkere timelapse gaan we even wat meer overvallen. Want we hebben nog steeds wel wat geld nodig om natuurlijk de nieuwe auto aan te kopen. Ik denk dat dat de Porsche SUV is. De Cayenne, als ik het goed zeg, die is toegevoegd. Ja, die willen wij wel hebben eigenlijk. Dat is wel een mooie auto, vind je ook niet? 2000 years later. De auto is stuk, dat betekent dat wij moeten gaan rennen. Ik hoop dat wij de car dealer maar halen zonder aangehouden te worden. One eternity later. Hoppa, we zijn weggekomen. We zijn gebracht door deze hele aardige Mercedes, meneer. En ik denk dat wij weer doorgaan met de timelapse om wat geld te verdienen, want dat hebben wij nog steeds flink nodig.
Zo, het zit maar steeds niet echt mee. Ik ga maar de. Weet je, we gaan een keer in deze auto rijden. Deze heb ik al zo'n. Oh, nee, we gaan niet in die auto rijden. Die is precies helemaal stuk. We gaan de tractor erbij pakken. Dat is ook leuk. Die hebben we natuurlijk ook recentelijk gekocht. Hij moet er nog 1 minuut uit handen blijven van de politie. En dan kunnen wij weer. Doe eens even starten. Dan zijn we weer vrij uit om gaat eraan en staan waar wij willen zonder het bijzijn van der politisten. Ja, prachtig. Dan krijgen wij nog 6.000 euro. Dus dan hebben we 86.000 euro. Het geld verdienen gaat de laatste tijd niet heel erg snel. Er is best wel goede politie actief. En ik ben benieuwd of die meneer, want die heeft ook weer lekke banden, is die stopstick farmer nou al daar weg? Of staat hij dan? Ik ben gewoon gaan liggen, net als die trekker in Canada. Dat sloeg ook nergens op. Goed verhaal. Zou hij daar nog steeds staan, die vieze campert? Want ik ben echt benieuwd of tractorbanden lek kunnen. Dus zo niet, dan is dat echt OP. Hallo, leg ze neer. Ze kunnen wel lek. Kakzooi. Rennen. Nog 2 minuten weer. Weer opnieuw 2 minuten. Gadverderrie. Gaat hij me serieus niet achteraan? Als je me niet achteraan gaat, is dit echt OP om hier gewoon onder hem te staan. Ik sta gewoon onder de agent die heel vies aan het campen is. En ik sta hier gewoon rustig mijn wanted level kwijt te raken. Dit vind ik echt heel erg ziek. Ik ga me wel een beetje verstoppen hier. Kan ik zo'n beetje alles in de gaten houden? Dan gaan we jullie zien als wij wat ons geld hebben ontvangen. Ik sta hier gewoon rustig en vreedzaam. Word ik opeens geslagen door die gek hier ook die hieronder staat en zijn maatje. Wat een gekke. En er komt nu ook een agent naar beneden kakken. Jongens, ik ben weg. Veel succes ermee. Ik doe eventjes rustig weghobbelen. Serieus, we zijn weer opnieuw 2 minuten wanted. Gadverdamme. Ik vind het weer mooi voor vandaag. Vind jij nou ook weer mooi voor vandaag? Abonneer dan zeker. Waarschijnlijk vind je dat niet, want de aflevering duurt natuurlijk nooit lang genoeg. Dus ja, ik denk dat we jullie weer lekker gaan zien morgen bij een nieuwe aflevering van Amuntje Hamburg of een ander leuk spelletje. En dan zien jullie graag dan weer om 5:30. Tot de volgende maar weer.